Meneer Binnendijk, u doet zo dadelijk de aftrap van de conferentie 1 tegen eenzaamheid. Hè? Waarom 1 tegen eenzaamheid? Nou, omdat we zien dat in onze toch wel veranderende samenleving eenzaamheid aan het toenemen is. We hebben een participatiesamenleving, we moeten langer thuis wonen, we worden steeds ouder. Met name bij de ouderen, dat die eenzaamheid toch wel toeneemt. Aan de andere kant zien we dat ook bij de jongeren toenemen. We dachten met de social media, ja, dat zal de eenzaamheid wel voorkomen. Hè. Connected kunnen zijn met alles en iedereen. Maar het echte contact van jongeren onder elkaar neemt eigenlijk af. En daarmee neemt ook de eenzaamheid onder jongeren toe. Ik heb begrepen dat er een plan van aanpak komt voor de komende 4 jaar. Hè. Hoe ziet dat eruit? Nou, we zijn er nu nog mee bezig en dat doen we niet alleen als gemeente. Dat doen we samen met al onze maatschappelijke partners, waar er vandaag ook heel veel van bij aanwezig zijn. En we zullen eind van het jaar zullen we een 4-jarig programma presenteren waar we de eenzaamheid gaan aanpakken. Want het lastige is van eenzaamheid, je ziet het niet, je hoort het niet, maar je voelt het wel. U heeft het over een plan van aanpak. Hè? Wat kan ik me daarbij voorstellen? Wat mogen de mensen verwachten daarvan? Nou, ik denk een heel belangrijk onderdeel is het doorbreken van een taboe. Het taboe om eerlijk te durven zijn over eenzaamheid, gevoelens van eenzaamheid. En dat gaat ook niet alleen over de persoon zelf die daarover durft te praten en leert te praten. Maar misschien nog wel meer over de omgeving die daar ruimte voor biedt. Die misschien wel eens een keer een vraag erover stelt. Dat we er oog voor hebben, er zicht op hebben. En dat gaat natuurlijk over een heel breed aan palet van mensen en organisaties. Van de Welzijnsstichting, van de praktijkondersteuner, van het sociaal team van de gemeente. Van misschien de ondernemer, de bakker. Die wel eens die ene mevrouw altijd ziet en denkt, hey, die is wel alleen. Maar het gaat ook om de leraar in de klas. Die weet, hey, dat kindje, dat doet eigenlijk net niet mee, hè, als er gespeeld wordt op het plein. Daar moet ik toch wat meer oog voor hebben. Nou, daar begint het mee, hè, met dat oog ervoor hebben dat het speelt en dat het er is. Dat is een heel belangrijk onderdeel, het doorbreken van het taboe. Ingrid, veel gehoord, ook wel veel geleerd, hè, tijdens deze conferentie. Hoe komt dat bij jou terecht? Het komt bij mij via verschillende kanalen terecht. Er is een groep mensen die komt zelf in actie. Die gaat ons contacten en hun situatie uitleggen en vragen van wat kan ik doen. Ik krijg ook aanmeldingen via de thuiszorg. Ik krijg aanmeldingen vanuit het sociaal team. Wij hebben een preventief huisbezoek waar alle 80-jarigen een eenmalig bezoek krijgen. Daar krijg ik aanmeldingen uit. Social media zijn wij heel actief op en ook daar melden mensen zich. Dus ja, op verschillende manieren komen mensen binnen. Nou, hoor ik jou zeggen dat toch veel mensen zichzelf aanmelden. Hè? Maar wat doe ik nou bijvoorbeeld met mijn buurvrouw of buurman, waarvan ik vermoed dat daar ook enige vorm van eenzaamheid aanwezig is? Nou, juist voor die mensen die bij een ander vermoeden dat er eenzaamheid is, is dat steunpunt nu gelanceerd. En dat is ook wat wij een beetje willen vragen. Van de cijfers zijn zo hoog onder jongeren en onder ouderen qua eenzaamheid. En wij zien lang niet iedereen. Dus wij willen het veel meer bespreekbaar maken en zorgen dat mensen ook gewoon goed om zich heen kijken. De ogen en de oren zijn van de maatschappij. En als ze het signaleren bij een ander en denken, ik vind het lastig om erop af te stappen, wat ik snap. Dan is dat steunpunt die je kan bellen, je kan het mailen en zeggen van joh, ik heb een buurjongen, ik zit daarmee, wat kan ik doen? En ik heb niet een pasklaar antwoord van wat we dan gaan doen. Want ik heb bijvoorbeeld ook 20 interviews gehouden met mensen die zelf met eenzaamheid te maken hebben. En dan krijg je 20 hele verschillende verhalen. Wat ik merk, het is iedere keer weer maatwerk. Goed luisteren, de tijd nemen, kijken wat er al is en kijken wat we kunnen doen. U heeft de conferentie bezocht. In welke hoedanigheid? Ik bezoek dus zelf mensen bij rouw, bij partnerverlies, waar dus heel veel eenzaamheid voorkomt. En van daaruit ben ik hier naartoe gekomen om iets te horen, om het wat uitgebreider, om iets nieuws te horen, laat ik het zo zeggen. Voldeed de conferentie aan uw verwachtingen? Het voldeed wel, maar ik heb dus wel wat kanttekeningen en ik vond het dus wat oppervlakkig. In die zin, dus sommige dingen vond ik niet goed onderbouwd. Oké, dus u gaat waarschijnlijk nog een keer met ze bellen? Dat zal ik zeker doen. U heeft de conferentie bezocht, hè? Waarom heeft u deze bezocht? Interesse in mensen.
Ik zit al in het stratenplan. En het komt regelmatig op mijn pad. Iemand die toch een beetje aandacht nodig heeft. Wat vond u van de conferentie? Heel helder. Er zijn toch dingen naar voren gekomen waarvan ik denk, hé, dat heb ik zo niet bekeken. Ik vind het heel erg goed. Waar kan ik wat informatie vinden als ik dit allemaal nog eens op mijn gemak wil doorlezen? We hebben sowieso een flyer waar we dus alles op gezet hebben. Maar als je naar www.steun.eenzaamheid.nl gaat, dan zie je dus de drie logo's van één van Bergen, één van Heilo en nu ook van Castricum. Als je op het logo van Castricum klikt, zie je alle informatie, alle telefoonnummers, Facebook. En je ziet ook de 6 ambassadeurs. Ieder met een heel persoonlijk verhaal waarom zij ambassadeur zijn geworden. En daarop is dus ook te lezen van wat we doen en hoe we te vinden zijn. Dankjewel.